Hip-hop in je smol, in je smol. Hip-hop in je smol, smol, smol. Ik doe momenteel een hele, hele hoop verschillende dingen eigenlijk. Ik ben 2005, 1 januari, eigenlijk ja, zoiets, 5 december 2004 gestopt met werken. De dag voor Sinterklaas, dus dat is echt wel een van mijn beste Sinterklaas cadeautjes ooit. Ik heb 5 jaar lang eigenlijk in de VSOP-periode op kantoor gewerkt, waar ik ook steeds een beetje promotie maakte. Maar ik merkte op een gegeven moment van, ik kan niet een carrière binnen het bank- en hypotheekwezen verder inzetten als ik s'avonds naar huis ga, mag een trommel altijd achter de computer gaan zitten en tot 2 uur 's nachts bezig ben met muziek. Weet je, op een gegeven moment, aan het einde van de huiswerkperiode, mensen vragen als waarom ik zoveel schreeuwde in die periode. Dat was gewoon, dat ik gewoon fucking gefrustreerd was als ik thuis kwam. Weet je. Dan had ik gewoon de hele dag gewerkt, ja. Bijna niet geslapen s'nachts. Dan kwam ik binnen, het eerste wat ik deed was op akkers, iedereen verrot schelde op een gegeven moment. Dat het een tyfuszooi was en dat iedereen dood moest en het huis uit moest. Wel met een glimlach, bedoel, dat doe ik dan wel. Met de nadruk op iedereen, want het was altijd gewoon volle bak bij jou thuis. Het was altijd volle bak en op een gegeven moment dan kom je er gewoon achter. Oké, als ik tijdens kantooruren op mijn werk zit en de dingen die ik eigenlijk moet regelen voor muziek om daarmee verder te gaan gebeuren, ook op kantooruren of tijdens kantooruren, dan dat werkte gewoon niet meer. Voor mijn gevoel. Ik werd daar gewoon echt gefrustreerd van op een gegeven moment. Dat ik gewoon zelfs relaxte liedjes uit. Ik ga niet van zonder schrijf. Je moet ergens vandaan komen om ergens naartoe te gaan. Voor altijd dat je heel mooi nummer. Je kan je gewoon niet 100% inzetten voor het ding waar je passie zit ook, weet je. En ik merk het ook. Maar ik probeer ik ook eens een keertje een trekje te maken. Nou, wij leggen weer stil en we zijn weer met wat anders bezig. Dus ja, ik vind het ook bij Tim. Vind ik het gewoon echt een goede move van hem geweest, want het hoort gewoon bij hem, weet je. Ja, ik kon sowieso ook niet aarden op een normale werkplek op een gegeven moment. Weet je, wat er was op een gegeven moment, ging het zo verder, stonden in het weekend, stonden op Lowlands. Voor 2500, 3000 man, 10 minuutjes of een kwartiertje te spelen, die helemaal los gingen. En dan op maandagochtend kreeg ik geouwehoer van mijn baas, omdat ik 3 minuten te laat was. Weet je? En dan had ik echt zoiets van, vriend. Ja. Wie ben jij? Niet uit de hoogte doen, maar van, je praat over 3 minuten. Terwijl, van, weet je wat ik heb gedaan van het weekend? Wees blij dat ik hier ben. Weet je? Wees blij dat ik vanmorgen ben opgestaan, sowieso. Ja. En ja, vanaf dat moment was het voor mij gewoon heel belangrijk om te kijken van, nou, als ik ervoor ga, moet ik echt veel tijd in mezelf steken. Omdat, ja, het geld komt ook niet aanwaaien. Zeker niet in dit soort periodes en met de muziek die ik maak. En daarin moest ik gewoon zorgen dat je heel goed weet nu tegenwoordig wat er allemaal kan, wat je mogelijkheden zijn. Ik bedoel, ik heb op een gegeven moment een artiestenuitkering aangevraagd. En daarop gaan we zeggen van, nou, ik heb €600 in de maand, maar ik ben wel heel de maand vrij. Dus ik kan wel de hele maand checken van, oké, kan ik optredens regelen, kan ik opdrachtjes regelen. Voor mij was altijd de essentie geweest, ik wil gewoon graag muziek maken. Dus als ik mijn maandsalaris binnen heb en ik hoef daar maar een week opdrachten die muziekgerelateerd zijn voor te doen, dan heb ik 3 weken om in de studio te zitten. Waarvan ik dan uiteindelijk 1 week in de studio zit, 1 week buiten ben en 1 week bij mijn vriendin ben. Nee toch? Maar als ik maar gewoon ongeveer 1 week moet werken per maand, weet je. En dan heb ik het niet breed of ruim of zo, weet je. Als mijn koelkast kapot gaat, moet ik ook gewoon sparen. En bedoel, ik moet gewoon met de tram en shit, maar ik doe wat ik leuk vind. En zolang ik dit kan doen en dit tof vind. En je ziet nu, doordat ik daar een periode in door ben gegaan, dat nu sinds kort heb ik een eigen radioprogramma. Ik word vanuit de media ook benaderd voor meerdere dingen. Van advies tot opdrachtjes tot. Het is gewoon lekker divers. Weet je. Ik ben niet iemand die 1 ding gaat doen. Ik wil gewoon uitgedaagd worden. Dus dat is ook de reden waarom. Hij heeft een baan. Ik heb een baan, zoals je zegt. Ja. Is je moeder blij? Is Gerrie blij? Ja, ze Gerrie is tantoe blij. Tantoe span. Nee, maar het is gewoon. Nu is het een soort van, ik wil een uitdaging. Om voor hetzelfde gaat dat ik over 6 maanden weer weg ben bij de radio. En dat ik tv wil doen. En dat ik daar misschien 6 maanden loop. En dan denk ik van, nou, dit heb ik ook wel weer gezien. Weet je? Ik wil gewoon nieuwe dingen doen. Ik wil gewoon uitgedaagd worden in wat ik kan. En daarin zal ik altijd proberen, zolang het mogelijk is, om in de breedte verder te groeien. Figuurlijk.